Zwemstadion is toneel voor EK zwemmen voor gehandicapten. Opnieuw vliegtuig geland met slachtoffers van de vliegramp. En 10.000 supporters op jaarlijkse fandag van PSV. Take your marks. In het Pieter van der Hogeband zwemstadion ging vandaag het EK zwemmen voor gehandicapten van start. De bijna 400 deelnemers komen uit 40 landen en één van die deelnemers is de Brabantse Michael Schoenmaker. Om zo'n toernooi, daar gaat het eigenlijk uiteindelijk om als topsporter. Dus ja, heel speciaal eigenlijk. Ja, ja hier heb je heel het jaar voor getraind. Je traint natuurlijk wel voor meerdere wedstrijden, maar dit is de kerst op de taart eigenlijk. En het is bijzonder om aan mee te doen. Voor veel sporters is dit EK een opstap voor het WK volgend jaar in Glasgow en de Paralympics van 2016 in Rio. Het is dus een belangrijk toernooi, maar echt veel publiek kwam er vandaag nog niet op af. Ik vind het jammer. Ik begrijp helemaal niet waarom dat hier zo leeg is. Het is een geweldige belevenis. En of je hier nou zit voor sporters voor een EK van gehandicapten of dat je hier nou voor een Nederlands jeugdkampioenschap zit, dat maakt voor mij niet uit. Het zijn allemaal topsporters op hun eigen niveau. Dus ja, ik snap het niet waarom dat het leeg is. Begrijp ik niet. Aan de instelling van de sporters zal het in ieder geval niet liggen. Ja, wij pakken het heel erg serieus aan en daardoor als je het zelf professioneel benadert, ja, dan beleef je het zelf ook zo en dan kan je het naar buiten dragen aan andere mensen. Ja, kijk, zie je, wij zijn er serieus mee bezig. En ja, dat brengt ze misschien op goede gedachten of op, dat brengt positiviteit naar buiten. Nou, dat is iets wat echt groeiend is. Als we zien, ik was chef de mission in Londen en daar was de belangstelling voor Paralympische sport overweldigend. En ik zie dat in de loop der jaren echt groeien en dat hier vanochtend nog niet de tribunes helemaal vol zitten. Nou, daar gaat onder andere jullie aandacht in bijdragen dat in de loop van de week de Eindhovenaren echt ook dit mooie evenement gaan bezoeken. Wie er sowieso op de tribune zitten, zijn natuurlijk de trotse ouders. It's always a great event for us as parents of a child with disability. And so we are proud to be here. We feel very fantastic because our son was second the European Championships for 4 years. And now we are happy that he has won his gold medal. I think swimming for Andrew has really given him a real focus in life from a very early age. I don't think he would be half the person he is just now without swimming. Yeah, it's very good for anyone with a disability. Waarom moeten mensen komen kijken? Nou, ik denk dat Paralympische sport überhaupt en zwemmen in het bijzonder echt heel inspirerende topsport is. Het zijn natuurlijk allemaal mensen met een specifiek verhaal, hebben allemaal iets overwonnen in hun leven. En om dan hier ja, echt topsport te bedrijven en het beste uit jezelf te halen, ja, ik denk dat iedereen daarvan kan genieten. Voor Michael Schoenmaker belooft het in ieder geval een goed toernooi te worden. Ik ben door naar de finale, dat is wel fijn. Ja. Ja. Het EK zwemmen voor gehandicapten duurt nog tot 10 augustus.